achter. Suijen. Subtiel, geen buitenspel voor Mokhtar. Goede redding Drommel. Uitstekende redding Drommel. Werpt zich ervoor. De Harry Lassiter, Morris is looking diligently there to clean up the mess that he does. Mokhtar. Dutch, Moroccan descent. And here's... Fourth season of his second stints. He put those together as the longest tenured Columbus player. Valenzuela, nifty look inside. Nagbe has it blocked. Eén keer weer. Mokhtar serildi alpaslandan Mokhtar gidiyor. Mokhtar topu çok iyi taşıdı. Mokhtar yerde kaldı. Oyun durdu. Valasreis sarı kartla serbest vuruş. Çelutska dengesini kaybetti. Topu da kaybetti. Büyük bir hata. Şimdi Yunus Mokhtar hareket ediyor. Ceza sahasına atı çalımı. Mokhtar vurdu kaleciye ve dışarıya giden top. Bonfim golü izin vermedi. Thiago Pinto. Yunus Mokhtar hareketli ona pas. Mokhtar topuk pası. El kebir. Şut ve gol! Mustafa... Terug, Namli. Saimak. Mokhtar. Buiten of binnendoor. Of een geplaatste bal. Het wordt een geplaatste bal. En die verdwijnt in de kruising. En daarmee zet hij in de 17. Goeie bal zeg, goeie bal zeg, mooie goal. Oh, wat prima gedaan. Mokhtar. Ja, dat is goed. En door de benen spelen ook nog eens. Ja, dat is een mooie actie van Mokhtar. Mooi van Angelino. Wat hij bij NAC doet, doet Easy Boué natuurlijk bij PEC heel veel mee opkomen. Oh, lekker schot zeg. Goeie genade, we zijn nog maar net begonnen en daar zit er al... Daar is Ondaan. Als hij rustig blijft, hij is wel rustig, maar Del heeft een voet. Een persoonlijk bezoekje van Hichler kregen. Saimak, 1-2 met Mokhtar is goed. Mokhtar krijgt hem niet lekker meer voor. Ja, hij wordt vastgehouden. Mokhtar is er langs. Mokhtar is er nog een keer langs, ook bij Mietje. Mokhtar krijgt de bal bij Saimak en dan blokt Mietje het schot. Mokhtar, dat zijn goede bewegingen. Brock Madsen achter het standbeen langs.
maar er zit nog een... We zien het allebei niet. Nu is Mokhtar weg voor Zwolle. Dat kan ook wel wat opleveren, want Mokhtar is handig in 1-1 in de kleine ruimte. Mokhtar met de kansen en het doelpunt. Geen strafschop dus aan de andere kant. En de gelijkmaak... Jongens mee. Mokhtar. Mokhtar. Gewoon doorgaan. En dan wordt de aanval gestaan. Simon van Beers. Nog niet getest in de eerste 10 minuten. Nu de vrije trap van Mokhtar. En het is 1-0 voor FC Twente. Twente eruit met 5 man. Heracles heeft er voorlopig 3 terug. Nou, je zou zeggen dit is 1-4. En dat is het dus ook. Ja, het doelpunt is van misschien wel de meest bekritiseerde speler. Mokhtar achter de bal. Net als Kasper Kusk. Maar het wordt Younes Mokhtar. Prachtig over de muur, maar goed gepareerd door Hansen. Die hem blijkbaar toch ook... Niet voor het eerst dat Veldman daar het spoor even bijster is. Een goede steekpaas op Mokhtar en de buitenkant van de paal. Ja, eigenlijk kan hij er niet in vanuit die hoek. En dus gaat hij er ook niet in. Rosales. Tadic. Met de tweede pak op Mokhtar. Ja, daar is hij. Younes Mokhtar scoort weer. Loopactie van Gutierrez. Mokhtar. Gutierrez weer. Mokhtar, het is heel aardig allemaal. Mokhtar. Voorzet is dan niet goed. Play, play, zet bal! Johansson. Voordeelregel toegepast, want het was een overtreding op Goedmoedson. Johansson en dan neemt Mokhtar hier heel knap over. Speelt de bal. Egan. Van Polen. En daar gaat Benson. Benson. Tweede mogelijkheid voor hem. De strafschop vervolgens na een overtreding op Drost. Benut door Aschente. Mag het afmaken voor de tweede keer.